Welkom bij de uitleg van de Economie Academy over de varkenscyclus. Wat is het precies en waar heeft het mee te maken? Nou, het heeft te maken met markten, met vraag en aanbod en met de prijs die op markt tot stand komt. En dit verschijnsel, de varkenscyclus, is als eerste ontdekt op de markt van varkens, waar dus varkens verhandeld worden. En vandaar dus dat het de varkenscyclus wordt genoemd. Komt ook voor hetzelfde principe op de arbeidsmarkt. Hier zie je een overzicht van de 10 meest en minst gevraagde beroepen in tot 2016. Wat je ziet is dat bij de meest gevraagde beroepen bijvoorbeeld economen staan, heel mooi, en artsen. En bij de minst gevraagde beroepen bijvoorbeeld journalisten en informatici. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk op die markten? Nou, als we nou eens kijken naar de markten van de meest gevraagde beroepen. Er is een tekort. Hè? Daarom is het meest gevraagde beroep. Waarschijnlijk is de vraag groter dan het aanbod. Daardoor stijgen de lonen. Dat zou tot gevolg hebben dat het natuurlijk interessant is om die opleiding te gaan volgen. Dus je zult zien dat er bijvoorbeeld bij economieopleidingen of bij geneeskundeopleidingen meer studenten zich gaan aanmelden, want die zien toekomstperspectief in die studie. Dat heeft tot gevolg dat er over 4 jaar, als de mensen zijn afgestudeerd, mogelijk een keer niet meer een tekort, maar een overschot is aan economen en artsen. Kan ook andersom. Dus dat bijvoorbeeld een overschot uiteindelijk 4 jaar later, als de mensen de arbeidsmarkt betreden na het afronden van een studie, omslaat in een tekort. Want een overschot zorgt er vaak voor dat de lonen dalen of minder snel stijgen. Het wordt minder interessant voor studenten om een opleiding op dat gebied te gaan doen. En het kan best wel eens betekenen dat er over 4 jaar een tekort is als het gaat om die arbeidskrachten, bijvoorbeeld informatici. Nou, dit verschijnsel deed zich dus ook voor bij de varkensmarkt. Als bijvoorbeeld de prijs van varkens hoog was, dan gingen varkensfokkers veel varkens fokken. Dat betekent dat na verloop van tijd, het duurde natuurlijk een tijdje voordat die varkens slachtrijp waren, er opeens heel veel varkens op de markt kwamen en dat daardoor de prijs van het vlees juist weer daalde. Dus het probleem bij die varkenscyclus zit hem erin dat vraag en aanbod, en met name aanbod, schoksgewijs zich aanpast. Dat zie je ook bijvoorbeeld hier bij dit artikel over hotelkamers. Want ook daar treedt die varkenscyclus op. Zo zie je hier staan dat de varkenscyclus is een bekend economisch verschijnsel dat zich ook in de vastgoed- en hotelsector voordoet en dat inhoudt dat tekorten en overschotten elkaar afwisselen. Er verloopt immers enige tijd tussen het moment waarop tot een investering wordt besloten, er wordt een nieuw hotel gebouwd, en het moment waarop die investering het aanbod gaat beïnvloeden, namelijk als dat hotel klaar is. Dus ook daar is er een schoksgewijze aanpassing van het aanbod afhankelijk van de prijs. Nou, dat zie je hier nog even in een schemaatje weergegeven. Het begint dus bij het feit dat er veel vraag is bijvoorbeeld en weinig aanbod. Interessant is voor ondernemers om de markt te betreden. Dus bijvoorbeeld voor varkensfokkers om extra varkens te fokken. De markt raakt verzadigd. Als die varkens eenmaal slachtrijp zijn, komen ze in één keer allemaal op de markt. En er is opeens veel aanbod. De prijs keldert. Ondernemingen of varkensfokkers gaan failliet. Daardoor neemt het aanbod weer af ten opzichte van de vraag en het hele verhaal begint weer van begin af aan. En je ziet dus dat het op allerlei verschillende markten terugkomt. En de oorzaak ligt er dus in dat het aanbod zich schoksgewijs aanpast. Omdat het 4 jaar duurt om een studie af te ronden, omdat het een tijd duurt om een varken vet te mesten en omdat het een tijd duurt om een hotel of een hotelkamer te bouwen. Dat is dus wat er bedoeld wordt met de varkenscyclus. Tot zover deze les
over de varkenscyclus. Ik wens je succes met het voorbereiden. En wie weet tot de volgende keer.